Maar Marie, Marie, mijn god, Marie. Ha. Echt. Oké, is dat een klein gebrek? Klein gebrek. De neus. Toen ze die sluier afdeed, zag ik dat de neus een beetje plat was. Nou, eigenlijk was het niet gewoon plat, het was daar binnen gegroeid bijna van platheid. Maar dat lichaam maakte alles goed. En ik zeg het je, de seks was fantastisch. De eerste 3 maanden van ons huwelijk. Wat? De hele dag. Keuken, woem, woem. Garage, woem, woem. Slaapkamer, woem, woem. Overal. Echt 3 keer per dag. Want weet je hoe het komt? Mijn vader had me een speciaal cadeau gegeven op onze huwelijksnacht toch. Hij zei, maar Hinder. Oh. Ik zeg, ja papa. Hij zegt, kijk. Deze is voor jou. En ik kijk. 1 oud boek, zonder kaft, in een plastic papiertje gewikkeld zo. Ik zeg, papa, wat is dat? Hij zei, nee, wacht. Deze was nog van je dada. Je overgrootvader. Het was een Kama Sutra. Nog een originele is Sanskriet geschreven, jawel. Oud-Hindoestaans Sanskriet. Ik verstond er geen moer van hoor. Maar die plaatjes, woe! Echt man. Het was fantastisch. Na 3 maanden waren we al bij bladzijde 60. Ja, want sommige dingen had je een paar dagen voor nodig. Echt niet makkelijk. Maar plotseling na die 3e maand, wou Marie niet meer. Ze wou niet meer. Wat ik ook al probeerde, s'morgens helemaal niet. En vooral s'morgens. Heren. Je begrijpt niet, laat me je uitleggen, poppetje. Kijk. S'morgens toch? Dat is kleine Mahinder vaak voor mij wakker. En dan gaat hij zich opwinden dat ik nog slaap, weet je. Dan wordt hij opstandig, dus als ik wakker word, dan is het... Ah! Maar... Echt, ze wou niet. Dus ik zeg op een gegeven moment van... Mijn god Marie, laat me je naar de dokter brengen. Nou, misschien moet je gewoon een spuitje. En als het voorbij... Spuitje! Ja, ze sprak raar, maar die neus toch. Is jouw spuitje even in deze shit gezet? Ik ben zwanger. Ik was blij. Zwanger! Zwanger! Yes! Hoe bedoel je spuitje? Spuit! Het werk! Hey. Jong, ik was echt... Ik was in de 7e hemel. Ik was in Nirvana. Dat is een van de weinige woorden die ik nog kende in Sanskriet. Want mijn vader had me bij die Kama Sutra maar 3 woorden geleerd. Hij zei, Mahinder, 3 woorden zijn important. Hij zei, die eerste is Lingam. Die tweede is Yoni. En die derde is Nirvana. Dus ik wist, ik was in Nirvana, want ik word vader. Jong, ik zat te denken, jonge meisje. Ik dacht, als het een meisje wordt, ga ik er Indira noemen. Na de eerste vrouwelijke president van India, Indira Gandhi. Dan wordt zij eerste presidentes van Suriname. Huh? Ja toch, helemaal. Dan gaat ze de hele familie een goede job regelen. En ik ben dan de first daddy. Toen dacht ik aan een zoon, als ik een zoon krijg. Een zoon gaat geen president worden, man. Dat is voor mietjes wijfelbaan. Mijn zoon zou handelaar worden. Handelaar! Want dan had hij genoeg geld om die president te kopen. Zo doen we dat. Maar ik had wel een naam voor hem. Mister. Haha, sta je stil van te kijken, hè. Mister, laat me wel zien. Overal waar ze kwamen, zouden ze mister zeggen. Hey mister, ga je spelen? Mister, wil je wat eten? Mister, kan je even die som op het bord maken? Zelfs een meester op school zou een mister noemen. Respect. Maar ja, dus ik wist niet alleen dat ze zwanger was. En vrienden van me hebben me gezegd, van, als die vrouwen zwanger zijn, heb je even een kleine periode van misselijkheid. Maar daarna willen ze nog vaker seks. Dus ik dacht, het wordt 5 keer per dag nou. Niet met Marie. Marie was prenataal depressief. Niets mocht, alles was vervelend.
Mahendra maakt een sigaret uit. Mahendra zet die muziek zachter. Mahendra, je oude klonje stinkt. Mahendra doet dit. Mahendra doet dat. Mahendra doet dat. Mahendra, je hindert me. De speeltuin was gesloten. Jullie lachen, het was triest. Ik weet nog, in die tijd had ik maar één vriend had ik over. Eén vriend maar, Johnny. Johnny was mijn soul body. Om jullie niet bang te maken hoor, begrijp me niet verkeerd, Nederlandse mensen, maar hij was mijn kabel. Echt. Niets engs aan. Oh, mijn kabel. Alles wat ik hem vroeg, was oké. Okay. Hij had altijd een luisterend oor voor me klaar. Hij gaf me altijd gelijk in discussies. Een echte vriend. Ja toch? Ik weet zelf nog de dag dat ze moest bevallen, was Johnny bij me. We waren bij die vroedvrouw thuis, zij was boven in die bevalkamer. Niet alle Surinaamse vrouwen schreeuwen zo hoor, man. Dan heb je zeker een Nederlandse man of zo. Anders schreeuw je wel zo. Maar nee, echt even, nee, niet alle vrouwen schreeuwen zo, maar ze had een moeilijke bevalling. Echt, ze was helemaal van hier tot hier uitgescheurd. Ja, pijnlijk, 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 pijnlijk. Dus toen ze zat te gillen, stond ik beneden bij Johnny, kijk naar Johnny. Ik zeg, meneer Walker. Wat denk je? Kan ik naar boven gaan? Huh? Zal ik gewoon gaan? Ik ben een beetje bang, man. Maar ja, Johnny stak me snel nog een hart onder mijn riem. Ben ik naar boven gegaan, dus ik kwam boven, jongen. Ik zie die zuster, helemaal een kind, zo helemaal in de hand gewikkeld, zo in doeken, doeken, doeken. Ze geeft me die baby. Mooie baby! Mooie baby, man. Oké, dat hoofd was een beetje groot, vandaar die uitscheuring, maar echt een mooie baby, jongen. Dus ik keek, ik zei, mijn god, zuster, zo'n mooi kind. Wat is het geworden, jongen of een meisje? Vertel me, jongen of een meisje. Wat zegt u? Een jongen, yes, mister! Maar hij heeft er niets aan overgehouden of zo, hoor. Oké. Een kleine knobbel heeft hij eraan overgehouden. Een kleine knobbel. Een kundu. Een kleine knobbel. Zo hier. Maar volgens mij is het een wiskunde knobbel. Want die jongen is razend intelligent. Hij is 6 jaar oud en hij kan al tot 10 tellen. In het Hindoestaans. Ik doe 10. En je weet wat ze zeggen. Wie tot 10 kan tellen, kan de hele wereld bellen. Jij niet.